Ja, ik ben Sjors de Kort. Ik ben beheerder bij Brabants Landschap. We beheren in de omgeving van Liemde verschillende natuurgebieden. Onder andere in het Dommeldal en de Mortelen. Maar ook de Scheken. En we staan hier op een van mijn favoriete plekjes. Ergens achteraan in het vleesboek hebben we nog een plek waar de kleine ijsvogelvlinder vliegt. Die is tamelijk zeldzaam in onze gebieden. Komt nog voor in de Mortelen en ook in de Scheken hebben we op plekjes deze soort. Ja, een dagvlinder die best wel wat hoge eisen stelt aan zijn leefgebied. Ja, we staan hier ook bij vlinderstroken, noemen wij dit. Speciale bosranden die op de zon gelegen zijn, die kunnen wij gewoon maken. Dus we denken na van ja, waar zitten bepaalde soorten en daartussen maken we verbindingen via dit soort vlinderstroken. En dan kom ik hier voor ieder jaar wel weer terug en, om te kijken of hij nog vliegt. En dat betekent dat de kwaliteit van ons gebied nog altijd op peil is. Oké, dus je kijkt naar de dieren en dan weet je dat je je werk goed gedaan hebt. Ja, zeker. Als zo'n populatie zich uitbreidt, ja, dan zijn we goed bezig. Nou, en om dat te creëren, ja, zullen we soms toch ooit wat populieren eruit halen. Zodat eigenlijk andere soorten hier terug kunnen komen. Sjors neemt mij mee de Scheken in. En we hebben het voorrecht dat we heel soms buiten de paden mogen treden. Hij is de enige die ik film in deze verhalenserie die geen binding heeft met dit gebied vanuit zijn jeugd. Dat maakt hem niet minder enthousiast. Het is hier zo mooi omdat het gevarieerd is. Okay, dat veel afwisseling. Mooie paadjes waar je kunt wandelen, maar ook mooie doorkijkjes in het landschap. En deze velden, mogen wij daar ook op lopen? Nee, in principe zijn onze terreinen opengesteld op wegen en paden. En dan hebben de dieren ook rust, snap je? Je hebt bijvoorbeeld reeën of hazen, maar met name reeën zijn wel gevoelig voor verstoring. Zeker als mensen met de hond lopen. Ja, dus dan is het goed opengesteld op wegen en paden, kun je in principe bijna overal komen. En even, hè, reeën en edelherten is iets anders, hè? Ja, reeën en edelherten is iets anders. Edelherten hebben we in een ander deel van de Scheken. Terwijl ik eigenlijk verwacht dat hij meteen naar het edelhertengebied zal rennen en over weinig anders zal praten, komen de edelherten slechts heel even aan bod. Want er is zoveel meer in de Scheken. We zijn 20, 25 jaar geleden vanuit de Rijksoverheid doelen gesteld om te kijken van hoe kunnen we onze natuurgebieden goed beheren. En een van de onderdelen was om, ja, om toch die losse natuurgebiedjes aan elkaar te koppelen. En als kan ook de natuurgebieden zelf iets groter te maken. Zodat die natuurgebiedjes ook echt leefgebied kunnen zijn voor een heel deel soorten. Eigenlijk worden deze terreinen in één groot vlak, in één groot geheel beheerd met runderen. Ja. Goed, soms maaien we niet en dan krijg je net zoals hier links zie je mooi krijg je een afwisseling. Die braamstruwelen die mogen iets meer het land binnenkomen en dat is heel interessant voor vlinders, voor boomkikkers, voor zweefvliegen, etc. Dus dat is echt wel interessant voor natuur. Dus die laten we dan ook staan, die maaien we niet meer af en die laten we tot ontwikkeling komen. Maar dit lijkt wel een padje alsof er veel mensen overheen lopen. Nee, eigenlijk is het een paadje waar de runderen veel lopen. Dit is eigenlijk gewoon een heel leuk stukje. Hier is eigenlijk wat meer bramen, hè. Echt grote horsten noemen wij dat. Maar er zijn eigenlijk bulten met bramen. Ja, dat is ideaal voor vlinders. Dus ja, in de zomer is het eigenlijk een eldorado van insecten en vlinders. Ja, we lopen vandaag in het spoor van de koeien. In de Scheken hebben we, ik denk, 30, 40 poelen liggen. Nou, die poelen zijn eigenlijk bedoeld als voortplantingsplaats voor amfibieën, kikkers en de salamanders. En in de Scheken mogen we blij zijn, want we hebben nog twee bijzondere soorten. In ieder geval de kampsalamander, die zitten van oudsher al. Dat is een best wel een zeldzame soort in Nederland. Ja, die hebben we volop hier in de Scheken. Ja, hier ligt een hele mooie grote poel. En dit is een typische poel voor kampsalamander. Dus die heeft liefst wat rijk begroeide poelen met wat diepere poelen. In het voorjaar maakt hij gebruik van de poelen, de rest van het jaar zit hij op het land. Om te overwinteren, daar zitten die amfibieën en die salamanders die zitten eigenlijk in die randen. Ja, en de boomkikker doet eigenlijk zijn intrede. Die hebben we
teruggebracht in de mortelen. Maar die begint eigenlijk zo langzaamaan, langs al die braamstruwelen, langs al die bosranden die we net zijn voorbijgelopen, ja, komt die eigenlijk hier richting de scheken. Je brengt 5 populaties bij elkaar, zodat je genetisch goed genoeg, en je hele terrein moet goed genoeg zijn. Dus er moeten genoeg poelen liggen, er moeten genoeg bosranden zijn, er genoeg braamstruwelen. En als dat allemaal op orde is, dan kun je overwegen om een soort terug te brengen, ja. En dit is een poel voor boomkikkers. Dus het heeft liever wat ondiepere poelen, waar maar een kleine tijd van het jaar water in staat, alleen om voor te planten. Maar uiteindelijk zouden we mij graag laten uitbreiden ook naar andere natuurgebieden. En dus leggen we eigenlijk in die tussenliggende natuurgebieden, waar de scheken er één van is, richting het Dommeldal, allemaal poelen aan. En kan die zo van het een naar het andere gebied migreren. Zo'n diersoort die wil ook uitbreiden, dus ja, dan pakt die daar gewoon als verbindingsstrook. En ze gebruiken daar het landschap voor. Hè. Je gebruikt daar die braamstruwelen. Dat is een soort van gids. En die nieuwe aanwas, die moet gewoon op zoek. En die gaat op zoek. En die gaat zo iedere keer stapje voor stapje stel verder. En zo'n boomkikker kan wel zo 3 tot 4 kilometer per jaar verder komen. Maar goed, dan moet hij wel een vrouwtje vinden. En daar heeft hij die poelen voor nodig. En de mannetjes roepen en de vrouwtjes komen. Het is toch ook overal hetzelfde, hè? Ja, zeker. Nou ken ik mensen die bang zijn voor kikkers. Zijn er nog niet genoeg? Ja, dat is een goede vraag. Voor een goede populatie, voor duurzame populatie, heb je toch wel, zeker voor de boomkikker, boven de 1000 boomkikkers nodig. Maar goed, in het spoor van die boomkikker komen een heel aantal andere soorten die meeliften eigenlijk op die specifiekere eisen van die boomkikker. Libellen en vlinders en zweefvliegen. En dat maakt het nou net zo mooi. Dus hoe meer kikkers we hebben en hoe meer kikkerbiotopen, krijg je ook meer andere soorten. Maar gaat het elkaar niet meer bijten, de beesten en de mensen? Ik denk dat wij als mens meer met de natuur moeten samenleven. Zou ons goed doen, denk ik.